Ik kom hier, ik heb op uit mij gegooid, ik zit hier, ik blokkeer hem, één hand hier, zodat hij terug dichtbij me komt. Ik trap hem weg, wat gaat er gebeuren? Op het moment dat ik dit ga doen, hij verliest de balans, hij wil omhoog komen, boem, loopt hij er recht in. Wat ik nou ga doen? Ik zorg dat mijn triangle zit, maar mijn knieën zijn niet voorbij mijn heupen. Als mijn knieën hier zitten, kan hij oplopen. Kijk, hier word ik opgelopen, kan hij waarschijnlijk ontsnappen. Als ik hier ben, kom je nog eens. Hier kan ik hem tegenhouden, hier kan hij mij niet oplopen. Omdat mijn knieën niet voorbij mijn heupen zijn, hier kan ik druk zetten. Terwijl hier kan het niet meer. Ja? Dus als ik die triangle aanzet, moet ik sowieso al proberen. Of blijf zitten. Dat ik hier naartoe ga. Zie? Als ik al hier ben, kijk, waarom zit ik? Probeer naar achter te lopen, zodat die knieën niet bij mijn heupen komen. Mogen niet meer dan 90 graden. Ja? Probeer dat, jongens. Ja, dan blijf ik hier zitten. Oké, is voor mij niet erg. Ik ga eruit, ik probeer deze wel te kruisen. Maar ik probeer mijn hand, in plaats van dat ik mijn been, want dit is eigenlijk een beweging die ik normaal zou maken, met mijn been zou ik opsluiten. Nu gebruik ik mijn hand daarvoor. Dus ik pak mijn eigen scheen mee, zet hem hier vast en hier zit hij al. Ik druk mijn hand met mijn onderarm, druk ik zijn hoofd naar mijn rechterbeen toe. Ik zit hier, die arm zit ingesloten. Deze hand komt de linkerkant, zal hij gaan stoten. Zoals zal hij gaan stoten. Hier, probeer ik deze te pakken. Ik zet hem hier vast. Oh, ja, die triangle. Ik pak hem hier vast, ik trek hem naar me toe. Ik haak hem in en dan ga ik met mijn arm. Zie? Met mijn gestrekte arm duw ik zijn hoofd naar binnen. Ik ga het doen, ik ga proberen. Wat ik al zei, die ellebogen in ieder geval voorbij die lijf, voorbij zijn navel te krijgen. Probeer ik met twee handen zijn hoofd te pakken. Ik duw naar voren. Kijk, ik zit nou op de bal van mijn voet. Ik zet af, ik loop naar voren, pak zijn hoofd. Wat ik nu ga doen is heel belangrijk, is dat ik met mijn heupen onder zijn heupen zit. Ik loop naar voren in een soort van diepe squat, kijk hier. En ik ga hier naartoe. Vanuit hier pers ik. Wat de meeste mensen zullen gaan doen, is dit. Vastpakken en die gaan hoog. Als hij naar de kant die mij door zit in de mount, dan pakt hij alsnog niet fijn. Mijn heupen zijn boven zijn heupen nu. Maar mijn heupen moeten onder zijn heupen blijven. Dat is echt belangrijk. Dat is even hier. Voilà. Bam, hier ga ik naartoe. Twee handen zo, ik duw hem naar voren, maar kijk, ik blijf laag. Zie dat? Ik blijf laag. Kijk, hier duw ik hem omhoog. Mijn heupen duw ik hem omhoog en dan pak ik de zijkant. Kijk, ik blijf hier zo zit ik ook onder zijn. En hier zit ik op de nek. En dan ga ik gelijk steken. Ik heb het ook wel een poosje. Hier. En dan doe ik het. En hier zit ik ook omhoog. Ja. Als je dit gaat doen, gaan we met één hand dus in die knieholt proberen. Met de linkerhand probeer je in die knieholt te zitten daar zo. En met die rechterhand, kijk, gaat hij dit breed maken. En hij stond echt zijn duim hierin. Kijk, als deze arm al hier zit, is het heel moeilijk om die goede lock te krijgen. Deze trek ik naar buiten, zodat hij ruimte gaat maken. Oké, okay, dan gaat hij zijn linkerbeen gaat hij naar achter uitzetten. En omhoog, ja. En dan gaat hij met zijn schouder of zijn knie duwt naar de grond. Die potentie doen we van op met de 28 maken. Ja, zie je, kan het nog helemaal. Verder, en hoog omhoog. Boom, en dan bij je langs. Nog een keer. We zetten hem in. Hier. 2. Knie uit. En helemaal die kant op. Zie je, de vis helemaal draait. Helemaal met zijn rechter schouder gaat hij naar de grond toe. En dan komt hij los. Nog een keertje. Zelfs al zou Vince niet helemaal omhoog kunnen komen. Maar hier zou hij hem al kunnen zetten. Ook al zou hij laag blijven, dan gaat hij helemaal draaien. Been uitzetten, kijk zijn duimen door. Zie je? Oh ja. Dus in principe is het natuurlijk altijd het beste als je eerst omhoog gaat. Maar zou je dat niet lukken, dan gooi je hem gewoon open. Dan ga je gewoon helemaal bam naar achter draaien. Laatste keer. Omdat als ik zo zit, wat wil hij? Als hij triangle zit, wil hij je hoofd naar beneden trekken. Wat wil jij dan? Je hoofd omhoog. Nee, dat bedoel jij. Want die been zit nog steeds klem. Op het moment dat je dit maakt, bam! Dan breek je die grip. Probeer maar triangle aan te zetten. Dat is moeilijk. Ja, want eigenlijk wil je altijd dat die elleboog voorbij zijn navel gaat. Bij de lijn. Dus als ik al hier zit, en dan heb ik als ik hier zit, en ik doe mijn hoofd omhoog. Kijk, ik zet even die druk erop, benen achter. Bam, ik draai die kant op in de lucht.